Vandaag gaan we de Ender Dragon niet één keer respawnen, maar twee keer. En dat puur omdat we willen gaan bouwen in de End. En ook in de hoop dat alles wat we al hebben gebouwd heel blijft. Ik ga echt heel boos worden als die Ender Dragon mijn Enderman farm sloopt. Buiten dat heb ik nog een paar leuke dingen om te laten zien. Maar eerst eventjes wat spulletjes verzamelen. Ik heb dus hier een biome gevonden waar schijnbaar veel ghasts spawnen. Kijk, daar is er al één. En als ik dus met looting sla... Hoppatee, een ghast hier, maar die is iets te laag. Nee, daar gaan we niet in. Het is zo vreemd om weer een beetje normaal hardcore te spelen, want ik ben recent begonnen aan de Jeremy S&P. Misschien heb je de video voorbij zien komen. Oh, kijk, er zit zelfs een Nether Fortress. Holy, dat zijn echt heel veel blazes. Wat is dit? Heb je ooit zoveel blazes in één plek gezien? Dat is echt niet normaal. Wat is dit? Zo dan. Oké, kalm. Oh, oké. Ja, terug naar business. Volgens mij heb ik al genoeg gasheers. Wauw, dat ging echt super snel. Maar bij de Jeremy S&P speel ik dus de hele tijd met iron tools. En gewoon heel weinig resources. En nu heb ik weer Elytra, Netherite. Het is zo'n verschil. Die en die en die. Kijk eens aan, 8 end crystals. Oké, zijn we dan in de end. Ik heb volgens mij nog niet helemaal uitgelegd wat we gaan doen. We gaan dus de Ender Dragon respawnen, zodat we hier uiteindelijk kunnen bouwen. Want we hebben hier zo'n portal naar de Endlands en ergens daar aan de andere kant ook. Ah, jeetje, kalm, kalm, kalm. Er is geen reden om te slaan, er is geen reden om te slaan, vriend. Holy, oké, even een golden apple eten. Maar als ik dus wil bouwen, wil ik wel minimaal 4 van die portalen hebben in dit gebied. Alleen de Ender Dragon, die is echt genadeloos. Die sloopt echt alles wat er op zijn pad komt. Om dat te demonstreren ga ik dus eventjes een klein huisje bouwen. Zodat je kan zien wat voor destructie die allemaal achterlaat. Zo, oké, het is misschien niet het mooiste huisje. Maar hij kan gesloopt worden en hij is ook klaar voor destructie. Ik ga echt heel boos worden als die Ender Dragon mijn Enderman farm sloopt. Ik ben niet per se bang dat er iets fout gaat, maar ook weer wel of zo. Ik heb gewoon nog een totem, dus er kan in principe niks fout gaan. Nou, kom maar op, Enderman, a dragon. Pff. Ja, dus al die crystals respawnen. Oh, ook met cages eromheen. Super chill. Ik ben er toch wel een beetje nerveus voor, ondanks dat ik het eerder heb gedaan en gewoon overleefd. Komt-ie. Ah, oh shit, daar is hij. Oké, nou, nu is het serious business. Oké, wacht even. Ah, there you go. Kunnen we hem alvast raken? Dat zou wel chill zijn. Ik heb trouwens geen Bandit Strat vandaag. Daar had ik even geen zin in. Sowieso kan ik die ook helemaal niet. Dus op zich... Huh. Oh shit. Wacht even. Ik moet wel afstand hebben van die crystals. Nice. Nice, nice. Oké, wacht even. Dan moet ik eventjes dit uitvogelen. Wil ik hier gewoon water plaatsen en dan omhoog zwemmen? Ik denk het. Ik voel me zo noob als ik dit op deze manier doe. Maar dit is wel de manier hoe ik het beste kan. Zo. Ah! Draak! 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 Oké, kalm. Zwem omhoog. En hak dat ding. Dankjewel. Oké, ga jij eens even naar het midden, dan kan ik je mappen. Heeft hij nou serieus het huis nog niet gesloopt? Dat meen je niet. Ik dacht echt gewoon dat hij al lang weg zou zijn, het ding. Waarom is hij zo luid? Waarom is hij zo luid? Tik, 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 tik. Wacht. Ik sta in de fountain. Ik sta in de gif. Kom, hij is one shot. Sterf. Hij is letterlijk 0 HP. Wat is dit? Ja, dank je. Waar is het geluid? Waar is het geluid? Ik zie alleen... Dit is zo gemakkelijk. Oh, there you go. Daar gaat hij. Yeah. We krijgen natuurlijk niet genoeg XP. Even kijken. We hebben nu level 92. Het is echt heel karig. Even damage check. Het huisje staat gewoon nog. Hey, kijk. Dit is nu een portal, maar daar is een nieuwe. Wat goed. En nu willen we nog eentje, denk ik. Daar is hij weer. Ik ben echt heel blij dat ik een bow heb met infinity. Tik hem. Tik hem. Tik hem. Tik hem. Yes! Oh, oké, dat was nummer 2. Heerlijk, zo satisfying hoe die doodgaat. Zag je zijn mond? Die was in een soort regenboog iets. Oké, heel goed. Hebben we een nieuwe portal? Jazeker! Deze. En nu kunnen we eindelijk gaan bouwen. Misschien dat er nog wel meer zijn. Meer van die portalen. Maar ik denk echt niet dat ik meer nodig heb. Gelukkig is dit helemaal oké. En zelfs mijn huisje. Maar ik ben er wel van overtuigd. Dat stel ik had iets groots, iets hoogs gebouwd. Dat hij dat had gesloopt. Want het was gewoon dat hij te laag op de grond zat hier. Als je wilt chillen terwijl ik aan de end ga klooien. Moet je maar eventjes mijn Twitch joinen. Maar wat ik ook op stream heb gebouwd. Is dit Elytra parcours. Omdat ik niet helemaal nog wist of ik er een video over wilde maken.
Maar ik heb nu gewoon een paar ringetjes geplaatst met het oranje concrete. Wat ik heb gedaan. En hij gaat dus een beetje rond bij mijn nieuwe basis in de buurt. Hij is alleen nog niet helemaal af of mooi. Ik vind de cirkels niet heel mooi. Ik vind het oranje concrete niet zo mooi. Maar gewoon de layout ervan is best wel nice. Je kan hier dus omhoog. Maar je kan ook hier zo door de cave. En dan als je niet te pletter gaat. Shit, ik heb hem gemist. Zo, ik ben er wel doorheen. En dan hier doorheen. Jeetje. Als je al duizelig bent, laat het achter in de comments. En dan de laatste is dat je hier steeds krapper gaat. Totdat je hier door eentje moet. Oh, het werkt ook gewoon. Dit is de eerste keer dat dat lukt. En dan moet je hier in het water eigenlijk. Moet je hier omhoog. En dan bam. En dan kom je weer uit bij het begin. En dat is dus letterlijk hier dit platform boven bij mijn basis. Het is niet zo heel mooi. Je snapt wat ik bedoel, denk ik, toch? Oh mijn god, ik besefte net iets. Ik had dus ook gezocht naar een cave spider spawner. Omdat ik dus echt zo weinig string had. Ik kon geen scaffolding meer maken. Ik kon geen kaarsen meer maken. Terwijl dat wel dingen zijn die ik heel veel gebruik. Dus ik ging op zoek naar deze bovengrondse mineshafts. En weet je wat ik vond? Tadaa, een cave spider spawner. En ik heb zelfs, volgens mij... Yeah, ik heb glas van boven. Dit is echt zo mooi als dit werkt. Je kan het niet heel goed zien. Misschien met shaders uit. Ja, kijk. Nu kan je gewoon zien hoe ze echt daar worden afgevoerd door tinted glass. Ik vergeet ook telkens dat dit bestaat. Want het blokkeert dus al het licht. Dus de cave spiders blijven wel spawnen. Maar ik kan gewoon zien wat er gebeurt. En ze dus ook slachten als ze in het hok zitten. Kijk, wat fijn. Zo, en dan hebben we lekker wat string. Maar dit is dus best wel ver van mijn nieuwe basis. Het is wel noordelijk. Dus ik denk dat als we hier dus de coördinaten van opslaan... en dan gaan we boven de nether roof naar die coördinaten... dan komen we letterlijk hieruit. Naast mijn ice highway. Nou, ik ben echt heel benieuwd of dit gaat werken. Op hoop van zegen dat we precies bij de cave spider spawner uitkomen... en dat we niet meer elke keer 10 minuten hoeven te vliegen. Ja! Ja, dit is de village. En dit is bijna zo goed al. Het is eigenlijk net een paar blokken off. Want mijn ingang is hier. En daar is mijn portal. Op zich is dat is best wel te optimaliseren als we gewoon even een soort van mooi loopgat maken. Het scheelt in ieder geval dit hele stuk vliegen over de oceaan. En dat is toch wel eventjes, ik denk, een minuut of anderhalf. Je moet maar eens kijken hoe lang het vliegen is van de spider. Hier, letterlijk, daar is de portal al. En laat staan met een boot. Dat is eigenlijk nog veel sneller dan vliegen. Ah, echt super chill. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je het leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog voor meer hardcore. Dan zie ik jou hopelijk bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Peace out.